Pas nou op, Frida. Linksaf. Ik fiets achter jou aan, jij weet de route. Vandaag is het de afsluiting van een hele week colleteren door het KWF. Hoe is het afgelopen week gegaan, Gerda Boutin? Eigenlijk moet ik zeggen dat we alleen maar horen dat mensen heel erg blij zijn dat er weer gecollecteerd werd. En werden we ook overal heel vriendelijk ontvangen en sterker nog, we kregen ook natuurlijk wel een gift. Op afstand natuurlijk, we zetten de bus voor de deur, doen 2 stappen achteruit, zijn 1,5 meter verwijderd. En dan wordt er gegeven, sluit men de deur en wij gaan weer verder. Dus dat ging eigenlijk supergoed. Ik ben heel blij. En vandaag, dat is de afsluiting, dan hebben jullie iets extra's bedacht. Wat houdt dat in? Ja, weet je, we gaan al nu voor het 3e jaar hebben we het evenement geïntroduceerd Samen Collecteren. Dat houdt in dat we als KWF Almelo iedereen oproepen om ons te komen helpen op de laatste zaterdag van de collecte. En dan gaan we met elkaar in teams van 2 de straten lopen die nog openstaan. Ieder loopt aan de kant van de weg, dus dat is ook coronaproof. En zo kunnen we toch op die laatste dag met elkaar nog heel veel ophalen. Nou, bijvoorbeeld deze keer worden we vergezeld door een elektrische bakfiets, beschikbaar gesteld door Haring Tweewielers. Daar zit dus iemand in, die zit op de fiets. En we hebben de collectebus in de bak staan, zodat je ook coronaproof op afstand in onze grote collectebus kunt geven. Dus dat is super mooi dat dat zo kan. Daar zijn we ook heel erg blij mee. En die bus, die hele grote bus, waar kunnen de mensen die vinden vandaag? Nou, die rijdt in ieder geval door de grote straat, omdat we dachten dat het daar wel met dit mooie weer lekker druk zou zijn vandaag. En hij rijdt door een aantal wijken waar ook nog straten zijn die niet gecollecteerd zijn. Al met al kun je alweer spreken van een succesvolle collecteweek. Ja, ik geloof zeker. Het is natuurlijk nog wat vroeg, hè, want we moeten natuurlijk even gaan kijken maandag als we gaan tellen in het stadhuis. De bus moet ingeleverd worden tussen 6 en 8. En dan gaan we even kijken wat de opbrengst is, want dat maakt natuurlijk wel of we succesvol zijn geweest of niet. Maar de saamhorigheid is heel erg fijn geweest. Het samenwerken met alle collectanten die toch hebben deelgenomen. Met bedrijven die ons sponsoren, met A-visie die vandaag meegaat met ons, wat natuurlijk ook geweldig is. Vind ik al dat we heel succesvol zijn geweest in deze eerste collecte sinds coronatijd. En jij mocht vandaag samen met je broer in die kar rondrijden door Almelo om nog meer een gezicht te geven aan KWF. Ja. Hoe was dat om te doen en had het resultaat? Het had zeker resultaat. Ik denk dat het heel veel helpt dat het voor het KWF is. Mensen kennen dat toch, hebben vertrouwen in de organisatie en het is gewoon heel mooi om te doen. Je weet waar het naartoe gaat en heel veel mensen in je omgeving die hebben daar gewoon mee te maken. Dus zeker. Ja, en in de grote straat sta je hier nu ook en zijn er ook mensen onderweg die dan zomaar spontaan iets geven? Ja, zeker. We hebben vandaag gemerkt dat natuurlijk af en toe moet je ook even naar mensen toe lopen. Dus toch eventjes dat die confrontatie, zeg maar. Hè, dat mensen toch eerst proberen weg te lopen. Maar uiteindelijk merk je toch wel dat mensen ook uit zichzelf er naartoe komen en denken, ja, daar wil ik echt mijn steentje aan bijdragen.